Het prentenboek Het Concert is het verhaal van een mama en haar zoontje. Mama speelt cello en het zoontje speelt viool. Mama moet een groot concert geven, maar op het moment dat dat concert moet doorgaan, breekt de violist zijn arm. En dan komt het zoontje die grote violist vervangen aan het einde. De violist komt naar voren. Hij struikelt, hij valt, hij kreunt. Hij omknelt zijn rechterpols met zijn linkerhand. Hij kijkt hulpeloos de zaal in. Ik heb ooit voor de radio lang geleden liedjesteksten geschreven, rechtstreeks voor kinderen. Maar ook in heel veel van mijn boeken zitten versjes en eigenlijk liedjes, oude liedjes en zo. De vingers van de pianist slaan de toetsen aan. Mama's vingers omvatten haar strijkstok. Voor mij is schrijven ook muziek. En in die zin dat alles wat ik schrijf moet een eigen ritme hebben. Ik zeg ook al mijn teksten altijd hardop voor mezelf. De pianist, mama en Kobus spelen samen de sterren uit de hemel. Ze vullen de verste hoeken van de zaal met hun wondermooie muziek.